Wat gebeurt er? Goedemiddag. Het is vandaag dinsdag. Super warm. Ik loop echt te zweten. Ik heb al heel wat gedaan vandaag. Ik kwam vandaag uit Hilversum terug naar Houten rijden. En het was ook heel erg druk op de weg. Dus ik denk dat mensen allemaal vrij hebben genomen vanwege het ontzettende warme tropische weer vandaag. En dat is een goed idee, want ja, het is gewoon een heerlijke nazomer. Ik heb dat echt de laatste tijd zo ontzettend vaak gezegd. Lekker een oude buurvrouw die het alleen maar over het weer heeft. Maar het is wel zo. Anyways, ik heb dus al best wel wat gedaan vandaag. Vandaar dat ik echt enorm loop te zweten. Het valt wel mee. Maar komt mijn moeder daaraan. Ik ga me weer terug. Oh, daar is ze. In ieder geval, ik heb even wat pakketjes ingepakt. Want ik moest wat dingen retourneren. Ik moest ook wat dingetjes opsturen. Want volgens mij hebben we dat nog niet in een video verteld. Ik heb namelijk voor Tara mij een shop KTCC Instagram aangemaakt. En dat is een soort van online shopper closet. Waar we allemaal spulletjes verkopen die we bijvoorbeeld niet meer dragen. Of niet meer passen. En die zetten we dan op die shop. Ik zal even het linkje hier... Of even de naam hier ergens in beeld zetten. En je vindt ook een linkje in de beschrijving die direct gaat naar deze Instagram shop. Dus mocht je daar willen gaan kijken, dan kan dat. Dus ik heb wat dingetjes weer verkocht. En die ga ik eventjes opsturen naar jullie als jullie kijken. Wat ik ook verder vandaag ga doen is, na de pakketjes ga ik doorrijden naar Tara. En dan gaan we lekker weer een dagje naar het strand. We gaan niet per se echt bakken en braden op het strand en in de zon. Want ik vind het heel erg leuk om een keer naar die nieuwe reuzenrad te gaan die je op de pier hebt. Daar in Scheveningen. Ben ik nog in één keer geweest en het zag gewoon heel erg tof uit. En ik heb toevallig ook een kortingsbon die mijn moeder had gevonden. Dus ik dacht, nou, dat is dan ook wel weer mooi meegenomen. Mijn kamer is echt een enorme zooi. Het zie je wel een beetje achter me. Maar ik ga toch even snel mijn outfit of the day laten zien. En dan moet je mij even niet letten op alle zooi die je in de spiegel gaat zien. En dit is wat ik aan heb. Een simpel zwart jurkje. Deze is van... Ben ik heel eventjes kwijt. Maar ik heb hem van Urban Outfitters. En hij is dus asymmetrisch meteen aan deze kant een mouw. Had nu niet gehoeven, want ik heb het echt mega warm. Maar goed, dat is het enige die ik heb. En verder heb ik eigenlijk nog helemaal geen sieraad of iets om. En mijn slippers of mijn sandaaltjes zijn van Giuseppe. Ze zijn echt super vrolijk. Ik dacht, ja, alles is een beetje zo donker en zwart en simpel. Dan doe ik ook toch nog eventjes wat bijzondere sandaaltjes aan. En dan kies ik uiteraard ook voor mijn Ray-Ban met deze paarse spiegelglazen. Want die kleurt er wel weer lekker bij. Nou, daar ben ik weer. Ik heb net pakketjes weggebracht. Vind ik altijd wel heel erg fijn om te doen. Want dan ben ik gelijk wat dozen kwijt in mijn kamer. En ik zit trouwens in de auto van mijn vriend. Want ik heb helaas vandaag de auto niet. Maar ik mocht gelukkig die van hem lenen. Dus dat is heel erg fijn. En ik ga nu even naar Tara rijden. Die is ook eventjes naar de supermarkt voor mij. Want ik heb nog steeds niet gegeten. En het is alweer 12 uur. Dus ik rammel wel inmiddels. Dus ik ga nu snel naar haar rijden. Dan ga ik haar even oppikken. Moeten nog eventjes een paar dingetjes doen op de computer. En dan gaan we lekker richting Den Haag. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat daar een lekker windje staat. Want ja, dat is wel heel erg lekker en nodig. Dus ik ga maar snel rijden. En dan zie ik jullie straks met Tara. Hi iedereen. Het is weer even later. En zoals Hallo. Jullie kunnen zien zitten we momenteel op het strand. En we hebben gezelschap van deze vogel. Ik zie hem sneaken weglopen. Ja, we zitten nu net en we zitten lekker in de schaduw. Want het is echt extreem warm en het waait bijna niet hier. Dus dat is ergens wel chill. Dus een klein briesje. Ik kreeg net van Larissa post. Dus dat ga ik even openmaken. Want er staat een ballonje op. Dus die is als het goed is nog voor mijn verjaardag. Ik ben heel benieuwd. Happy birthday. En voor degene die het niet wist, ik was 10 september jarig. Toen ben ik 25 jaar geworden. Hoi hoi Tara. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat je een leuke dag hebt met veel taart en vrienden en familie. Ook nog van harte gefeliciteerd met de 80k op naar de 100k. Ik hoop het. En ik hoop jou en natuurlijk ook Larissa snel weer te zien. Dikke knuffel van Paniek. Oh ja, in de mail vind je nog een leuke verrassing. Die had ik al gezien, toevallig. Het was een heel lief filmpje van Daniek. Ja, super leuk. We hebben trouwens ook lekkere boodschapjes gedaan. Dus die gaan we even uitpakken en gaan we lekker brood dippen. Want wat hebben we daar? Even kijken. Kunnen we... We hebben hier lekker Turks brood. Wat? Lekker vloggen. Turks brood hebben we met... Hummus met koriander en limoen. Die hebben we nog nooit geproefd. We zijn heel benieuwd. Er zit koriander in, dus dat moet bijna wel goed komen. En tzatziki. Lekker. Dus even eten, want ik heb heel erg trek. Even drinken. Ik zit te denken om wel even de zee in te rennen en zo. Ik denk dat Larissa denkt, nou, proef nee, bedankt. Ja, maar wellicht. Ik vind het er altijd een beetje bij horen, dus waarschijnlijk doe ik het wel. Oh ja, en wat we dus ook gaan doen is straks in... Waar is die? Waar is die? Oh, daar.
Hij is net in beeld. De reuzenrat. Daar willen we dus in. En die zien we nu al heel mooi draaien. Dus we zijn heel erg benieuwd of dat wat is. Ik denk dat dit er cooler uitziet dan dat hij misschien is hoor. Maar wel... Wat? Mag ik dat niet ik zeggen? Ik heb heel veel zin in. Het lijkt me wel heel erg leuk. Maar ik denk hier gewoon... Oké, nou we gaan het zien. We gaan meemaken. We hebben hier nog een buddy. Jongens, ga eens weg. Ik was net niet op tijd. Maar net stonden hier echt die vogels vet dichtbij. En die begonnen helemaal hun bek en keel open te zetten. Alsof ze echt de aanval gingen. Kijk. Maar dan gingen ze dit op ons doen. Hallo? Wow! Niet vechten. Jongens, we zitten op de selfie sofa. En daar zien wij onszelf zitten. En we moeten hier op deze knop drukken en dan gaat die foto gemaakt worden, toch? Ja, vier. Kun jij erbij? Yes, laten we doen. Oké. Okay. Nou, kom maar op. Oh, wacht, gaat ie. Oh, wordt ook echt met een kamer, echt met een flitser gemaakt. Oh, daarboven. Wat zag je wat ik deed eigenlijk? Nee, deed je raar? Ik ging je versieren. Oh. 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 Ziet er wel heel leuk uit, het bankje. En dit is dus op de pier. Een hipsterbank. Dus we lopen nu eventjes aan de onderkant van de pier. Dus dit is een gedeelte dat overdekt is. En hier heb je allemaal eetentjes als het goed is. En we hebben best wel trek. Maar we hebben vooral eigenlijk heel erg veel zin in een swirl. Want dat is alweer heel erg lang geleden. We gaan even kijken waar we onze foto kunnen zien. Die is best wel druk ook. Ik vind het allemaal wel echt heel erg hip uitzien ook. Het is wel goed, goed opgeknapt hier, deze pier. De Rough Kitchen, Vlamkuchen, de Craft Beer Bar. Het ziet er echt heel cool uit hier. Kijk al deze verschillende tafeltjes. Cool. Nou, we zijn eindelijk boek achter... Waarom zit mijn bril zo hoog? Achter op de pier beland. We hebben ondertussen ijs gehaald. Ik heb hazelnoot chocolade recept. Een kinderijsje met soft ijs en spikkels. Ja. En we dachten, we gaan even een rondje lopen, opeten. En dan gaan we eindelijk in. Ik ben benieuwd. Het is echt bloedheet hier trouwens. Want er zit hier recht tussen glas en is hier geen airco. Dus als je druppels op mijn hoofd af ziet lopen, dat kan. We kunnen ook nog even op Toren Eiland bungee jumpen. Oeh. Dat gaat zo hoor, Laris. Spannend! Of toch niet? Nou, we zeiden net al tegen elkaar, het lijkt ons wel heel erg leuk om een keer een vrij val te doen. Of tenminste ik weet dat jij het eigenlijk ook niet wil. Ja, ik vind het echt... Maar ik zou niet met een touw vastgebonden willen zijn en dan vallen en dan aan een touw vastzitten. Ik vind dit ook kriebelig om te zien gewoon. Nou, dat niet, want het is voor mijn gevoel niet super hoog. Nou, het duurt lang. Ja, come on. Volgens mij riep hij net nee man en zegt hij ik ga terug. Want hij komt nu gewoon terug, hij heeft niet gesprongen. Nou, stoer. Stoer, niet echt. Ik zat een klein beetje mietje gedrag, sorry hoor. Als je daar dan eenmaal staat, moet je het wel gewoon doen. Kom op, ja, we gaan. Yay! We hebben hier ons bonnetje, twee kaartjes en we gaan er nu in. Ik vind het heel erg leuk. Ik ook, ik heb er wel zin in. Ik ben benieuwd of we een ding voor onszelf hebben, want het is ontzettend rustig hier. Ik denk het wel. Ik ben niet gaan lopen wiebelen. Nee. Misschien dat ik je even ten huwelijk vraag in de VIP. Ja. Beetje champagne erbij. Hadden we eigenlijk moeten meenemen, ja. Oh, dit vind ik dus heel erg eng, hè? Hoezo? Je ziet helemaal niet de bodem. We gaan straks nog hoger hoor, Liz. Ja, maar dat is gesloten. Hoe hoog is dit? Leuk. Ja, en we gaan dus met z'n tweeën. Wat helemaal knus. Nou, er zit... Oh, daar gaan we! We zitten erin. We zitten dus met z'n tweeën in een cabine. En we hebben... airco in. Ja. En we hebben een tafeltje. Dus we gaan lekker 20 minuten een beetje broodjes dippen en drinken. En ik krijg wel een beetje kriebels. Ik wil een klein beetje hoog. Oh, kijk je dit! What? Oh ja, hier krijg ik inderdaad ook kriebels van. Nu. Het is wel echt heel leuk. Dat geef ik toe. Het is leuker dan ik dacht. Ja, toch? Ik had zeg maar in mijn hoofd dat het een beetje London Eye was. En dat ik dan met heel veel andere mensen in de cabine zou zitten, zwetend. Maar het is prima voor toe voor zo. Het is heel leuk. Oeh, wat gebeurt er? Wacht even, dit vind ik dus wat gebeurt er? Ja, we gaan nu dus achteruit.
Ik dacht, we gaan we naar achter. Oh, wacht, ik durf me bijna niet meer te bewegen nu. Ik heb tranen in mijn ogen. Ah, oh, dit vind ik heel eng worden. Wacht even, ik wil echt even... Op het hoogste punt, hebben jullie gepasseerd? Ja, al lang, al lang. Maar ik dacht dat het 20 minuten ging duren. Gaan we dus... Oh, ik ben er maar niet stil van. Oké, we gaan nog een rondje. Hij gaat redelijk hard wel ook. Ik vind dat hij echt best wel hard gaat. Maar we hadden niet door dat hij ineens boven zat. En dan ga je zeg maar ineens achteruit. Ja, oh, daar komen we dus zo meteen weer aan. Kijk, dit vind ik nog wel heel vet. Dan zien we echt zeg maar de zee en zo opkomen. Hoe vet is dit met ondergaande zon? Ja, ik zou meteen komt weer het enge gedeelte. Dus ik, ja, ik weet niet, het voelt veiliger als ik dit vasthoud ja, of zo. En de achterkijken is eng. We kunnen wel iemand in een bungee jumpen vanaf hier. En ik geef toe, het is toch wat hoger dan ik dacht. Ja. Misschien moet ik zo even aan die andere kant gewoon gaan zitten. Oh, we staan stil of niet? Nee, we staan helemaal niet stil. Er zit ook zo'n man paddleboard, maar echt heel diep op de achter. Oh ja, jeetje, hoe ver? Ja, die is waarschijnlijk zo ver gegaan. Ik dacht, shit, ik moet weer terug. Maar het is een paddleboard. Nee, ik kan wel lekker ver kijken. Net kon er dan nog iets verder kijken. Kon je de alle duinen en zo daar zien. Dus dat is wel heel mooi. Wat was nou ook weer de prijs? Normaal is het 9 euro per persoon. Maar ik had toevallig een bon uit zo'n agenda met allemaal kortingsbonnen. En daarom was het voor ons nu 6 euro. Dus de originele prijs is 9 euro voor volwassenen en 6 of 7 euro voor kinderen tot 12 jaar. Oké. Het is niet super goedkoop, maar het is wel heel leuk om te doen, vind ik. Ja. En dit privé zitje is ook wel echt heel cool. En nu gaat het zonnetje ook iets lager zitten, dus ik denk dat jullie golden hour. Ja, heel mooi. Zo, we zijn weer uit het reuzenrad. Oh ja, vet. En op de website stond dat het ongeveer 20 minuten zou zijn, maar ik heb het eventjes getimed en het is 12. Dus het klopt niet helemaal met wat ze zeggen op de website. Maar aan de andere kant, ik had ook niet meer nog 10 minuten langer erin hoeven te zitten. Maar 10 minuten vond ik op zich prima. Maar ja, dat je dat even weet. Yes! We zijn weer van de pier af en we zijn neergestreken bij zo'n tentje dat echt tegenover de pier zit. Het heet Simonis. En we hebben daar lekker een portie. Ik ben een haar kwijt. Kibbeling gehaald. Ja. En cola. En het is wel heel leuk, want ze hebben van die bootjes gedaan. Kijk, het is een soort van bakje, maar in de vorm van een bootje. Ik vind het wel echt heel schattig. En we hebben bij de McDonald's een colaatje gehaald. Want ze vragen hier echt enorm veel geld voor een blikje cola. Hoeveel was deze dan? Dit is 2,75. En een blikje hier is 2,50. Dus al dit zoveel. Hell no. Ja, wel heel lekker. Yum, yum, yum. Zoals je ziet zitten we inmiddels weer in de auto. Want we waren uitgegeten. We voelen ons een klein beetje vies naar die vis. Want het is gewoon heel erg vet. En het was heel veel. Maar het was wel lekker. En we hebben nog een tweede cola gehaald. Want we hadden echt ontzettend dorst. En ik heb een klein beetje gevoel alsof ik naar de wc moet. Maar ik probeer het vol te houden totdat ik weer thuis ben. En ik ben van sandaaltjes gewisseld met Larissa. Want die kreeg bijna blaren. Of het gevoel dat ze een blaar kreeg. Ja, nee, wel echt bijna blaren. Dus dat is wel, ja, met deze hitte zwellen mijn voeten gewoon extreem op. Ik hou extreem vocht vast namelijk. Ja, echt. Misschien net TMI, maar ik krijg echt van die bolle voeten. Van die kenkels. Zoals je kan zien is het inmiddels alweer donker geworden. Dus het is avond. En het was echt een topdag. Heerlijk weer gehad. En het is heel erg leuk omdat we eindelijk in het reuzenrad zijn geweest. Dus vond ik heel erg tof. Vond ik weer helemaal geslaagd. Zo, we zijn nu bij Tara thuis. Het is nu een dag later. Vandaar dat het weer wat lichter is misschien. En we hebben trouwens een pakketje gekregen van een van onze trouwe volgers al een hele lange tijd. Kennen wij haar en zij heeft ons iets heel leuks opgestuurd, denk ik, volgens mij. Het ziet er leuk uit. Dus we dachten, we gaan het eventjes uitpakken. Ja. Net een cadeautje. Ik ben benieuwd. Wow, het is vol met allemaal goodies. Even kijken, dit is een briefje voor jou. Een brief? Oh nee, het is geen brief, het is een
cadeautje voor jou. Een cadeautje. Dit is een heel leuk bordje in de vorm van een vlinder in de staat op Enjoy the Little Things. Oh, is leuk. Ik ben het heel mee eens. Super leuk, dankjewel. Oh, deze is voor Serena. Die is hier nu niet. Maar dat laten we uiteraard aan haar zien. Pink Passion. Wat is dit voor in de douche? Lekker. Ja. Douche gel. En we hebben hier Nep Pimpers van Beauty Gloss. Dit is Silky. Dit is Fluffy. Ik heb ze nog in één keer geprobeerd eigenlijk, deze van Marcia. Maar ze zien er heel erg goed uit en mooi. And pretty. Leuk, 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 leuk. Heel mooi. Even kijken. Deze is voor mij. Greek yogurt almonds. Oeh, lekker. Lekker. En hier hebben we, hier staat op de zeep en wimpers. Ieder eentje, dus we mogen allemaal een wimpersetje uitkiezen. En dit zijn heerlijke zeepjes. Lekker. In verschillende kleurtjes. Oeh. Dit is ook een hele lekkere douche gel. Ook weer een shower gel. En dit is magic oil. Lijkt me heel erg lekker. Lekker. Hier zit ook nog wat in. Oeh, kijk. Wow, het is een soort van wereldbolletje met heel veel shiny things. Wat cool. En een cadeaukaart van Brandfield. En we hebben ook nog drie brieven. Die gaan we niet voorlezen. Die gaan we straks wel eventjes privé lezen. Oh, ja. Wacht even. Is dit ook nog iets? Nice. Een heel leuk topje. Met streepjes. Yay. En collecting moments. Cute. Zo ontzettend lief dat je zo ontzettend veel hebt gestuurd. Ja, echt een hele doos vol. Heel erg bedankt voor het opsturen. Nogmaals super bedankt voor de super lieve cadeautjes. Had echt niet gehoeven, maar we zijn er wel heel erg blij mee. En groetjes aan je vriend natuurlijk. Want ja, we zeggen nu niet je naam, maar we weten wel wie je bent natuurlijk. Nou, dit is dan alweer het einde van deze vlog vrijdag. En mocht je nog heel graag een video van ons willen kijken, dan hebben we ook nog een leuke ochtendroutine voor je klaarstaan. En we hebben ook nog de woensdag video die ook nog al geüpload staat, mocht je die gemist hebben. We zullen het eventjes hier in de beschrijving linken, onze vorige video's. En ja, willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog vrijdag weer. Geef hem vooral ook een duimpje omhoog. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken, doei! Oh, dat zeg ik twee keer nu. Oh, en abonneer!